Hallo Sebanks, ik ben Rick van Sebanks en aflevering van GTA 4. Ik moet nog steeds geloof ik een missie voor Dwayne afmaken. Die ene met het mes in die stripclub. Ik moet nog die ene doen voor RB. Dan moest ik die ene fijn, die ene missie met die auto en het gestolen crystal meth of diamant. Ik weet niet meer welke van de twee het was, want sommige mensen zeiden dat het geen crystal meth was. Dus gaan we gewoon weer een missie doen voor een andere persoon. Die andere twee missies doen we even een keertje op screen of de volgende aflevering ofzo. En dan knip ik er veel in en dan wordt het gewoon een kortere aflevering. Knip ik alle files eruit. Ik heb nu tenminste haast. Want ik moet zo boodschappen doen, want ik heb vanavond een feestje en eigenlijk is het voor jullie was het al gisteren. Nou, als ik nog leef, dan was het een kutfeest. En als ik dood ben, dan was het echt fantastisch. Oké, even deze taxi stoppen. Oké, dat ging goed. Taxi, ik stap er even in. Ik hoef niet te stelen. Nee, niet. Ah, is goed. Ja, ja, net een sniper, een beetje. Gezellig, zo hoort dat. Yes. De wat? Iemand zei trouwens gewoon heel terecht dat ik van kleren kon wisselen, maar ik hou gewoon de kleren die het spel mij geeft. Dus momenteel heb ik mijn mooie vuilnis jacket aan. Ik hoop dat ik die mee mag naar deze missie, anders dan zijn we genaaid. Gaan we nu zien. Het zou best kunnen dat ik niet met mijn vuilnis jacket naar deze missie mag namelijk. We zullen het nu zien, denk. En neem een mes mee. Leuk. Ah, mag gewoon. Holland, nachten. Ah, kijk, dat klinkt als een leuke missie. Tuurlijk, man, tuurlijk. Tuurlijk was hij een goede jongen. Ik vind deze man cool. Ik vind deze gast cool. Hij heeft even een wanted poster liggen. Misschien is dat wat leuks voor ons. We zullen het even zien. Ik heb tenminste een vuilnisman jacket aan. Wat ga je doen dan? Is het je piemel? Ik zie een groot deel van mij in jou. Rick, is het je piemel? Misschien. Ah, Shades of Grey. Nou ja zeg. That's enough. Jij bent een cool gastje. Ik vind deze dude wel cool. Dat is onze taak. Oké. Iemand zei trouwens ook dat ik bijna klaar was met dit spel. Dat zou zomaar kunnen, want ik weet niet of de percentage, zeg maar, neem aan dat 100% echt 100% van de game is. En ik heb 33% van alles in de game. Dat is iedereen zijn happiness op zijn hoogst, alle easter eggs. Dus 33%, ik denk dat we qua storyline dan aardig ver zijn inderdaad. Maar ik mis nog 1/3 van de hele map, dus het zou best kunnen we nog heel lang bezig zijn. Maar, dat merk ik wel vanzelf, hè. In East Holland. Oké, okay, cool. Pimpin woman. Oké, okay, dan gaan we die even pakken, denk ik. Gaan we naar Holland toe. Ja, ik heb ook... Oh, kut. Ik moet even geen wapen pakken waar de politie... Ik moet ook geen politiewagen pakken waar de politie bij staat. Damn, Rick. Ik ga wel gewoon een keer met de taxi. Lekker lui, weet je. Ook... Auw. Ik denk dat we iets van eten moeten halen. Anders dan wordt het een moeilijke missie, natuurlijk. Ik weet niet of ik nog plekken uit mijn hoofd heb waar ze een bepansering verkopen. Dat zou namelijk wel nice geweest zijn. Ik moet daar even mijn missie. Er is ook geen eten in de buurt. Dat is een beetje jammer. Geef ze even je eten halen, denk ik. En dan gaan we daarna gaan we eventjes naar Holland. Het kwam dat ik aangereden werd dat ik eten moest halen. Best wel dom eigenlijk. Ik zei van, hé, ik moet even tijd besparen. Nou, tijd is bespaard hoor. Ik moet nu eerst eten halen. Ja, taxi. Yo. Gezellig. Breng mij naar de klakkenbel. De wat? Hotse flotse. En we zijn er. Onze bestemming is bereikt en bestemd. En hotse flotse. 8 euro. Dat is veel. Ik spring er zelf wel uit. Oké, mooi. Thanks. Als je even blijft wachten, dan betaal ik extra. Ik steek gewoon de weg over. Haha, jolootje. Even gezellig. Iedereen is lekker aan het vegen hier. Hotse flotse. Nou, ik heb haast. Honger. Goeiedag, mevrouw. Ik wil graag één van uw beste kipnuggets. Dat mag. 1 kipnugget. Zo. Dankjewel, meneer. Ik zal hem even pakken. Dat is... Waarom koop ik een hamburger? Dit is de Klakkenbel. Een kipwinkel, neem ik aan. En wat koop ik dan? Een hamburger. Nico, jij hipster toch weer. Wauw! Weg met de deur. Ik ben fabulous. Oké, dan moet ik eventjes deze plotten. Waypoint. Oké, dan. Even kijken. Welke auto ga ik pakken daarvoor? Ik zoek een taxi. Ik ga gewoon midden op de weg staan. Dat is de... Oh, nee! Sorry. Die man sloeg echt uit van, sorry man. What the fuck? Waarom loop je midden op de weg? Ja, dat is hoe ik rol, jongens. Iedereen weet dat ik zo rol. Hey, taxi. 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 Yes, ik pak hem hoor. Taxi. Ja, kom maar. Yes, to enter cab as passenger. Ja, graag. Oké, breng me naar mijn bestemming, taximan. Het is de derde taxi die we deze aflevering nemen. Maar, dat betekent niet dat we niet cool zijn. Want dat zijn we namelijk wel. Dit is echt zo'n missie waar ik dood ga. Dus ja, er zijn al meer missies waar ik dood ga. Daar gaat het niet om. Mocht ik ook weg door een muurtje? Zullen we dat gaan testen? Vergeet ik toch iedere aflevering weer. Q toch? Ja, oké. Q is achter een muurtje staan. Dat is wel belangrijk namelijk. Doen we voor de rest even gewoon even geen wapen uit. En dan zien we wel hoe het gaat. Dat kan veel goed beloven. Even bellen, waarom bel ik? Heb ik deze missie niet al een keer gedaan en ging ik toen dood? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik deze al een keer gedaan, ja. Ja, deze heb ik al een keer gedaan. Lol.
Ik heb dat zo een keer gedaan, toch? Ging ze in één keer om me schieten. In één keer ging iedereen om me schieten. Staircase leading up. Oh ja, dat heb ik al een keer gedaan. Oké, hoe zat het ook alweer? Take down Clarence. Nou, oké dan. Zolang mensen niet op mij gaan schieten, dan vind ik alles best. Maar dat zal wel weer. Ja, ik moet even een trap zoeken, denk ik. Daar zit een traphuis. Oké, mooi. Dan kan ik die uitzetten. Voor mij op de tweede verdieping, dus dat is niet zo heel mooi. Zodra mensen gaan schieten, word ik agressief. Dat is best logisch, want dan gaan mensen op me schieten. Maar als het goed is, zolang ik gewoon niemand aanraak en die boos doe. Gewoon, hey, ik ben Rick van Sub Gameplay. Ik heb 9000 abonnees. Goeiedag. Ja, is goed. Doe maar een wijntje van. Eet mij. Lekker hoor. Hoe smaak ik eigenlijk? Ik vraag hem af hoe ik eet. Ah, tweede floor. Daar zitten we goed. En hierboven zijn mensen die mijn anus gaan schoppen. Daar ben ik heel benieuwd. Oh, kut. Gaan schieten. Nee, niet schieten, jongens. Niet schieten. Headshot. Oké, mooi. Die is dood. Die is niet dood, maar... Hij komt eraan. Eén dode bobo komt eraan. Oké, die zal dood zijn nu. Nee! What the fuck? Even een Q drukken. Zit ze beneden ook om te schieten? Nou, dat vind ik dus niet lief. Oké, we gaan even verder. Gewoon een beetje lolido, een beetje dekking zoeken achter ieder paaltje en zo. Zo, mooi. Ja, die mensen die naar beneden om te schieten, die boeien me niet zo heel veel. Ik kan wel een granaat gooien of zo, vind ik wel gezellig, maar... Oké, kut. Ik had even mijn andere wapen moeten pakken trouwens. Deze dude is best wel dik. En deze dude, die gaat best wel dood. Oh, headshot. Even hier achter het muurtje staan. Oh, we zijn trouwens bijna bij onze grote vriend. Ik zal even dit wapen pakken trouwens. Ik denk dat die mensen beneden nog op mij schieten momenteel. Ja. Er gebeurt momenteel vrij weinig in mijn leven eigenlijk. In het hectische leven van... Hey, wow. Zat in één keer een dude naast me. Ik dacht, jij dood was, joh. Mafkees. Nou, joh. Moeilijk. Loederen dat je er bent. Lol. Oké, we zijn er bijna. One way. Oh, another. Is hij aan... Oh, god, hij rent weg. Kut, ik haal het als ze wegrennen. Dan weet ik nooit of ik nou, wil dat ik achter hem aanren meteen. Of dat ik gewoon rustig één voor één alle gastjes afmaak. En dan ga ik dood. Oké, er staat er... Ik dacht, er staat er iemand naast me. Ik dacht van niet. En er stonden dus twee mensen naast me. Wauw, Rick. Wauw. Oh, fuck my life. Poeh, meneer Aard. Nou. Het ging niet zo heel goed. En daar verloor ik lekker veel geld. Wieuw, kijk al het geld weggaan. Yay. Ik weet het dus nooit. Moet ik gewoon rustig achter hem aan? Want hij rent het dak op. Dus in principe kan hij niet echt ver weg zijn. Dus waarschijnlijk moet ik gewoon rustig en niet achter door iedereen heen YOLO. Want dat heb ik meestal. Ik functioneer niet goed onder tijd, zeg maar. Oké, moet wel je meteen weer naar de projecten. De projecten in Noord-Holland. Oké, dan moet ik... Oh, Oost-Holland. Nou joh, we zijn toch in Amerika. Holland. Puh. Waar is de taxi dan? In één keer is er niemand meer. Hallo? Joehoe! Nee! Meneer, stop. Stop. Yes, hij stopt voor me. Nice. Yay. We zitten in de taxi van Maxi, van Maxi. We zitten in de taxi van ome Max. Hij zegt niet met het raam spelen. Zei hij net ook al. Zelfde persoon hoor. Poging 3. Maar ik, dat is op poging 2. Nee, ik heb hem in een andere video ook al een keer gedaan. Yay. Nog een keer. Deze keer heb ik er wel vertrouwen in namelijk. Deze keer gaan we voor focus. Tenminste, als we gaan verliezen is het omdat die vent dood is gegaan van Clarence. Dat die zegt, ja, weggerend. What you doing around here, white boy? Ik had gewoon een neger moeten zijn. Dan infiltreer ik beter. Gewoon een neger skin nemen. Ja, eat me. Oh god, ik wist gewoon dat als ik mijn wapen ging pakken dat ze al me zouden schieten, maar... Dat was niet zo erg verwacht eigenlijk. Zo, dat is één dooie. Oftewel één levende minder, zeg ik altijd maar. Ik zie die arm. Ah, hoe wil je nou schieten als je geen arm hebt, hè? Dat vraag ik me ook wel eens af. Is hij dood? Ik dacht nog even dat ze achter me aan zaten. Oh, hij leeft nog. Lol. Zo, beter. Oké, we schieten wel lekker op qua tijd. Ik ben net een paar seconden hier en ik heb al een paar mensen dood. Dat vinden ze vast niet leuk. Er komen nu wat gasten aanlopen weer. Dat was de vorige keer. Welk pak weer? Jij eerst. Dan jij wat aandacht. Zo, allebei wat liefde van Rick. Dat is toch uiteindelijk wat iedereen wil, liefde van Rick, dus... Laat ik je dan meteen maar geven, weet je. Oké, ik zag hem net al wegrennen om het hoekje. Stoute boeven zit ook. Stoute boeven be running away. Oké, daar rent hij weer. Ja, oké, hij rent gewoon iedere keer het beeld uit. Als je zeg maar binnenkomt lopen, dan is het goed. La 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 la. One way. Or another. La 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 la. La 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 la. One way. Or another. En hier staat er nou met hoekje. Hé, hey, malle fins. Oh god, ik moet raden. Kut. Hij zal de trap op gegaan zijn, denk ik. Oh, daar heb je hem al.
Hij is dood. Lose your wanted level. Kut. Sorry, Clarence. Het moet zo. Kut. Er zit dan eens politie achter me aan. En een heleboel boze getinte mensen. Getint. Weet je, ik ben niet racistisch. Ik noem ze getint. Ik heb Django Unchained gezien. Dus nu ben ik vet respectvol. Anders zou ik hem Django me halen. Dat zou niet zo fijn zijn. Django Unchained. Verschrikkelijk brute, awesome film. Naar het dak gaan lijkt me geen goed idee. Waarschijnlijk staat hier een politieagent. Dus ik even mijn kaartje kijk. Ik weet niet zo goed in welke diepteniveau ze staan, zeg maar. Oh, jullie schieten op hem? Ja, oké. Okay. Oké, we zijn met z'n drieën. Ik wil geen driehoeksverhouding. Ik ben weg hier. Oké, ik ga dood. Ik heb nog maar heel weinig leven. Kom op, Rick. Waarschijnlijk word ik nu aangereden door een auto of zoiets. Kom op, ik moet een auto hebben. Auto! Auto! De helikopter achter me aan. Dat is geen auto. Waarom de fuck is hier geen enkele auto? En waarom rent hij niet meer? Nico, ren eens. Nou, beter. Er schieten wel mensen op, maar dat is niet zo fijn. Ik moet even wegrennen. Misschien had die helikopter op me of zo. En zo is één kogel en ik ben er geweest. Ik moet een auto hebben. Nu. Dit is een overval. Oh, dat is een stilstaande auto. Ik overval een auto die stilstaat. Dat is goed. Hoeveel politie heb ik eigenlijk? 3 sterren. Oh, dat kan ik wel. Dat kan ik makkelijk afschudden, joh. Behalve... Oh, staat het ding eens op, joh. Oké, beter. Deze auto kan waarschijnlijk wel een paar tikken hebben. Dus dat is ook mooi. We hebben een auto gestolen. Officieel. Voor deze keer is het for real. We zijn al bijna de politie kwijt, joh. Oké, daar zit wel wat politie, daar. Daar zit wat politie, daar. Daar zit wat politie, daar. Wee, wee, wee. Dat was mijn sirene-imitatie, kut. Ze komen nu van voren. Van voor, van achter, van links naar... Later, jongens. Van voor, van achter, van links naar rechts. Van voor, van achter, van links naar rechts. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Nico bel ik uit Turkije. Of iets in die buurt. Hoofd, schouders, Nico bel ik. Hoofd, schouders, Nico bel ik. Ik heb lek, want ik rij in een auto. En dan heb ik altijd lek. Lek, feest. Lek, feest. Ik reed keihard hier tegenaan. En de politie komt me halen. Oh, dat vind ik niet zo fijn. Patricia Pai lijkt op een everzwijn. Oren, ogen, puntje van Nico's neus. Want hij heeft een grote jodenneus. Zo, dat was het liedje voor deze aflevering. Vonden jullie het leuk? Ik namelijk wel. Het probleem is dus vooral de lag die ik krijg als ik auto rijd. Altijd eigenlijk. Wat? Hoe kan je daar tegenaan crashen? Serieus. En dus daardoor is het auto rijden moeilijk. En is het ontsnappen met een auto ook redelijk moeilijk. En ja, ik heb geen idee waar ik nu momenteel ben. Maar dit gaat niet altijd goed. Kom op. Het is vooral die lag hoor. Ik zie nu ook gewoon nu niks. Ik kan natuurlijk zelf mijn camera besturen. Daar ben ik zelf al grotendeels verantwoordelijk voor. Maar nog, die politie moet even weg. Oh god, dit loopt dood. Kut. Ik had niet verwacht dat ik in zo'n situatie zou komen waar alles doodloopt. Oh godverdomme. Yes! Ik ben vrij. Freedom! Everybody freedom! Oké, deze auto moet even niet in de fik vliegen. Even aan de kant, meneer. Ik maak hier even de regels uit. Ik ben Rick van Surpy Gameplay. Oké, als die politieman even achter me weg blijft, dan kan ik even ontsnappen, weet je wel. Het is wel de bedoeling dat ik ga ontsnappen, namelijk anders kan ik deze missie niet halen. En nu kom ik precies op dit kruispunt weer een leuke politieman tegen. Zo van, hey Rick, was je aan het ontsnappen of zoiets? Nee joh, maf case. Doet het niet. Ja, ik wil eventjes... Ik weet dat als ik even die auto's rijd, die gaan me van... Ah, kom op! Van richting veranderen, zei ik. Dus ik dacht, ik doe even wat leuke trucjes, maar mijn auto begint nu alleen te roken. Dat is echt de winst die ik momenteel behaald heb. Gelukkig is het wel een chille wagen, want daar beuk ik best wel goed overal doorheen. Maar er zit veel te veel politie. Dit is geen 3 sterren. Ik heb wel eens makkelijk 4 sterren afgeschud, maar... Momenteel zit de politie me gewoon ieder hoekje op te wachten. Ja, dan kan ik er niet zoveel mee, hè. Als er gewoon veel te veel politie in het spel is. Kijk, nu zit er tenminste geen politie voor me. Dus dan heb ik iets van, nou, dan snappen we wel eventjes, hè. Even kijken op de kaart. Oké, dan. Die helikopter is tenminste niet met mijn probleem momenteel. Zo kan je het ook zien. Oh, en natuurlijk zit er net weer een politie. Oh, god de god, politie! Ja, ze doodschieten is geen goed plan. Dus dat kan ik afstrepen op mijn oplossingenlijstje. Minder lag hebben zou zeker een oplossing zijn, maar... Dat werkt niet voor mij. Eigenlijk zou die politieman achter me gaan dood moeten schieten. Dan kan ik tenminste een beetje ontsnappen, maar... Of het gaat werken is dan net een vraag. Ik moet sowieso zo meteen van auto wisselen. Dat is sowieso een feit. Want dit ding gaat zo meteen in de fik vliegen en dan ga ik waarschijnlijk dood. Wanneer dit ding gaat fikken, dan ben ik de lul. En ik blame nog steeds de lag. Altijd de lag de schuld geven. In cause of failure, blame lag. Oké, kut. Oké, nou help. Nee. Mama sa, ik ga sowieso zo meteen. Ik weet nu al dat zo meteen deze auto in de fik vliegt en dan stelen mijn politieauto. Dit is sowieso wat er gaat gebeuren. Daar hoef je niet helder zien voor te zijn. Hoe, dat ging net goed. Hoofd, schouders, penis, verlenging. Hoofd, schouders, penis, verlenging. Ik ben bijna aan de politie ontsnapt. En dan heb ik gewonnen. Dan win ik van deze missie. Maar ik moet oppassen voor de politie rechts.
En mijn timer die ging keihard af. Nu moet de politie me daarvan niet vinden. Maar ze hebben me. Yay, ik heb gewonnen! Dat is geen rijm. Woehoe, gewonnen. Yay, rot maar op. Of nu ga ik waarschijnlijk dood. Het zou grappig zijn als ik dood ging omdat ik uit de auto sprong. Dat zou best episch geweest zijn. Wee, oh, dap. Francis, goeiedag. Hey Francis. Zou ik aangereden worden en doodgaan? Graag gedaan. Had hij een tong? Nee, had hij een tong? Nee. Precies. Nou, in ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Om de aflevering leuk af te sluiten, schiet ik een hipster dood. Sterf, hipster! Het maakt niet eens uit dat ik dood ga. Pak, arresteer me maar. Het boeit me helemaal niks. De hipster is dood gegaan. Oh, en een dikke politieagent. Weer één persoon met obesitas minder in Amerika. Ik ben echt een held. Want ik ben de held van de straten. En een kale man is zojuist zijn haar kwijtgeraakt. Eigenlijk was het een hoedje, maar... nog. Ah, hij leeft nog. Alleen hij is wel zijn haar kwijt. Ja, dat is het belangrijkste. Ren, Rick. Ik wil wel aangereden worden. Ik wil niet doodgemaakt worden door de politie. Serieus, een helikopter die op me schiet? Niet cool. Maar rij me aan, politieman. Oh, ik dacht even dat hij me aan ging rijden. Nou, flauw. Koprol. We maken eigenlijk een koprol. Wee, fabulous. Dat deed ik expres. Laat je misschien al door, want ik schoot zomaar opeens een hipster door de kop heen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even niet te liken en te abonneren voor de volgende aflevering. Doei!